Nou, sommige mensen zullen dit herkennen, want afgelopen corso liep ik zo. En dat is, ik maak er niet een lang verhaal van. Ik had hoofdpijn, dus ik praat nog even niet over waarvan. Maar, dus ik denk, ik ga even naar de EHBO voor een paar aspirintjes. Nou ja, dat duurde niet lang. Toen, toen was het helemaal mis. Ik was, zeg maar, te heet. Dus toen werd ik geblust met heel veel koud water. En toen was ik eigenlijk weer te koud. Dus toen moest ik zomaar naar huis lopen. Gelukkig ben ik dat nou niet nodig. Maar wat wel het feit is, dat mensen er dus weer over mee hadden. En 2 jaar geleden viel ik in de vijver. Toen was ik dus ook het gesprek van de dag. Toen moest ik in plaats van, toen stond ik op 2 krukken. Nou, dat is echt niet makkelijk. Dus voordat ik wist, lag ik er voorop in. Ja, daar word je niet schoner van hoor, dat stonk ongelooflijk. Maar ja, goedenavond allemaal. Ik vind het heel erg mooi dat jullie er allemaal zijn. Hartelijk welkom op de 3e optreden van de hoofdintroductie. Verder heb ik dus wat mededelen. Het is eigenlijk niet zo belangrijk hoor. We hebben in de 2e pauze hebben we de loodverkoop weer. Dat is wel heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, koop veel loon. We zijn van de nummertjes afgestapt, dus we hebben gewoon blanco velletjes. Daar kun je dus je naam op invullen. Daarom hebben jullie allemaal van mij zo'n pen gekregen. Haha. Dus we hebben 1 velletje voor 5 euro. En 2 velletjes voor een tientje. En 4 velletjes voor 15 euro. Dus 1 velletje gratis. Haha. Nou, dat is, we hebben in de 2e pauze ook verkoop van gehaktbalden. Wees erbij, want op is op. Dus wat de verloting aangaat, schud de portemonnee leeg. Want dan kunnen we volgend jaar ook weer een mooie show maken voor jullie. Nou, dan hebben we het muziek. Onze Just Jean. Nou, volgens mij is het gewoon Jan in het Nederlands. Maar dat gaat niet om, het moet wel klinken, hè? Dat snap ik wel. Ja. Ja, precies. Nou, die gaat zorgen dat we allemaal van de stoelen af gaan vanavond. Dus dat is wel de bedoeling. Nou, en ik wens jullie natuurlijk allemaal een ongelofelijke gezellige avond. Wij hebben ons best gedaan. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Dat is de bedoeling. Dus veel plezier en tot zo. Te ruimen. Het lijkt je verdorie wel een varkensstal. Mm-hmm. Ja, wat? Mm-hmm. Mam, varkens zijn eigenlijk hele schone dieren. Ze rollen alleen in modder om af te koelen. Wist je dat wel? Ja, Eva, dat weet ik wel. Ben niet achterlijk. Maar dit zijn vieze sokken, boeken, lege pizzadozen. En wat is dit in godsnaam? Nou, dat is mijn wetenschappelijk experiment. Ik noem het de evolutie van de lunchbox. Oftewel, waarom bananen bruin worden in je schooltas. Jullie begrijpen hopelijk wel dat ik hier niet ben gekomen om de hele dag maar jullie zooi achter je kont aan op te ruimen. Mam, relax. Jij begrijpt het niet. Dit is de 5 van onze generatie. We zijn gewoon creatief bezig, hoor. De 5 van jullie generatie? De 5 van jullie generatie is, je ruimt je rommel zelf op. Of alles gaat op marktplaats. Het gaat weg. Verkoop je ons dan ook? Ik denk dat ik best voor waard ben. Ik ben namelijk limited edition. Ja, en ik heb jullie upgrade. Denk aan het oplaadbare sarcasme-modus en telefoon altijd bij de hand. Jullie maken me helemaal gek. Knettergek. Waarom kan ik niet een uurtje rust hebben gewoon in mijn eigen huis? Rust is voor oude mensen, man. Ja. Wij leven in de razende wereld. Ja. Jij moet gewoon met de tijd meegaan. Download een mindfulness app of zo. Ach ja, kind. Een mindfulness app. Super! Weet je, volgens mij hè, kan ik beter een app gaan zoeken hoe ik mijn kinderen op moet voeden. In ieder geval hoe ze die zooi achter hun kont aan opruimen. Als die app bestaat, wil ik hem ook. Lijkt me best handig. Zoek wel even op, ja?
Nee, bestaat niet. Je zou mijn oude wet met geduld en een beetje liefde moeten doen. Een beetje liefde en geduld. Ja, dat is het. Dat is het. Nou, ik zweer jullie, hè. Jullie gaan niet eens meer op Marktplaats. Jullie gaan morgen vroeg regelrecht de weg geven, hoe kan het? Zorg dan wel dat je een goede advertentie schrijft. Twee pubermeiden, licht gebruikt, maar met veel potentieel. Ga weg wegens irritatie van de huidige eigenaar. Zend ons de voor de koper. Prima, ik begin met pakken. Zorg dan wel dat je strikje omhoog doet, dan denk ze dat ik een cadeautje ben. Ja! En zet er bij mij bij met gratis wifi-verbinding. Oké. Jullie winnen. Maar als ik binnen een uur hier de vloer niet meer kan zien, ik zweer het jullie en ik meen het serieus. Ik doe alles in een vuilniszak en ik flikker het weg. Oké, man. Ja, maar niet voordat ik dit TikTok-filmpje heb afgemaakt, hoor. Ach, een TikTok-filmpje. Ook zoiets. Waarom heb ik ooit besloten om aan kinderen te beginnen? Omdat jij dacht dat we altijd schattig zouden blijven. Ja, en dat was dus echt een softwarefout, hè? Puberteitversie 2.0. Weet je, ik ga koffie drinken en jullie regelen hier de rest. Denk er goed om, je bent gewaarschuwd. Ja, man. Denk je dat je het serieus meent over die vuilniszakken, hè? Zij, echt wel. Misschien kunnen we er afleiden met een of ander bos bloemen of zo, weet ik het. Of we sturen haar op vakantie. Win-win. Ah, daar duimde ik ook alleen maar net voor. Thank you.
Zij kan die hakken ook halen, nou slijpen, je moet het gaan slijpen. Kom, wees nou eens vlot. Als je iemand slijpen, dan moet je nog geslijpen worden. En dan is toch nog de vraag, waarom ben je nooit te slijpen? Hoe zou ik te slijpen? Ik heb niets om te slijpen, want waar slijp ik dan? Op steen moet je slijpen. Kom, zoek nog wat steen. Een steen om te slijpen. Een lichterlijn. Inderdaad. Allerlei. Een heel mooie steen zijn. Is dat nog een rotsje? Nou moet je opletten. Die steen is wat logisch, voor wat een droog steentje. Die steen is wat logisch, die steen is te droog. Dan maak je hem vochtig, kom maak de steen vochtig. Zie op, maak hem vochtig, maak vochtig die steen. Ja, dat is geen idee. Gewoon even vochtig maken. Oké, snoeven dat mag niet, dat is wat. Maar niet om het einde van de. Hoe maak ik een vochtig? Hoe krijg ik een vochtig? Met wat maak ik een vochtig? Hoe maak ik een net? Met water, heer Doris, met water. Met deel door water, haal water en gauw. Met water. Hoe kom je ook weer met water? Je hebt een meisje waar ook wel eens aan het werk. In wat moet ik het halen? Thank you.
wat is dat voor een geluid? Denk ik, hè? Ach, weet je, hij is het wachten op al waard. Het is zo'n mooie man, hè? En hij schreef mij zo'n lieve brief. Dat heeft mijn jonge vrouwenhart zo goed gedaan. Hij schreef: lieve dame, en dat ben ik natuurlijk, hè? Naar aanleiding van uw lieve brief op mijn huwelijksadvertentie verzoek ik u vriendelijk zaterdagavond om 7:00 te komen naar Cupidolaan, de Hoekvrijsterstraat. We kunnen dan plannen maken voor ons verdere leven. Je zwaar verliefde, Vicky Poemel. Ach, ach, ach. Plannen maken voor ons verdere leven. En PS, wilt u een witte bloem als herkenningsteken dragen? En hier ben ik dan, met mijn witte bloem. Maar ja, Vicky, die is er nog niet. Vicky Poemel, een mooie naam, hè? Als je maar niet te veel boemelt. Maar daar haal ik hem wel weer vanaf. Dat komt goed. Maar ja, waar zal die zijn, hè? Ik vind het een beetje raar. Want ik natuurlijk als vrouw hoor niet als eerste op deze plek te staan. Hij had hier natuurlijk al lang moeten wezen. Weet je wat? Ik gooi een blokje om. En als ik dan terugkom, dan zal het er wel wezen, denk ik. Zo, hier ben ik dan. Waar zul die oude terpentienvlees wezen? Hey, is er nog niet? Oh mannetje, ben jij er zo aan? Nou, dat zullen we nog wel eens even afleren. Wat denk je wel niet? Om mij hier zo verbied en verag je snut te laten staan. Nou weet die man dat zijn aanstaande vrouw hier op hem staat te wachten en nou is het te laat. Als je zijn brief lezen, zou je denken dat het versmacht van de lijf. Nou, mijn hart loopt eens over van tedere gevoelens voor mijn boemeltje. Ja, en als je zijn brief lezen, dat was ook keurig geschreven, hè? Niks geen honenpoot. Heel eens wat als mijn brief. Ja, ik bibberde van emotie toen ik schreef op die huwelijksadvertentie. Hij schreef dat hij met mij door het leven wil gaan. Ja, en dan ben ik toch zo zenuwachtig, hè? Ja, je moet rekenen, dit is de eerste man met wel ik in aanroking kom. Ja, een jong wichtje als ik kan niet voorzichtig genoeg wezen. Maar als het nou komt, dan zal ik heel eerlijk vertellen hoe oud of ik ben. En dan zeg ik gewoon 22 jaar. Maar waar blijft die man nou toch? Weet je wat? Ik ga eerst een blokje om. Laat hem ook maar even wachten.
mijn zware liefde, Vicky dan. Hé? Hey? We zullen niet toch? Nou, wat raar. Ja, hij zal toch niet opgehouden worden door een of andere vrouw. Want dat weet ik niet, hoor. Want Vicky is van mij. Alleen maar van mij. Maar hij zal ook... Zal mijn Vicky ook niet doen? Nee, zeker niet. Want hij heeft mij geschreven... Lieve dame. Nou, kun je nagaan. En hij kent mij helemaal nog niet. Maar zeg nou eerlijk, zo'n jonge, knappe vrouw als ik. Nou, daar zit toch iedereen op te wachten, niet? Ik snap niet waar die blijft. Ja, hij zal toch wel trouw zijn, want Vicky is natuurlijk wel een hondennaam. En de meeste honden zijn wel trouw, maar jij weet het nooit. Maar we zullen het zien. Goh, ik snap niet waar die blijft. Maar... Ik kan hem alles geven wat hij verlangt. Dus wat dat dan gaat, komt dat wel goed. Ik ga hier maar even zitten. Hij zal zo wel komen. Goh, wat raar, niet? Oh. Nou, nou zal hij er toch wel zijn, denk ik. Wat zit daar nou toch? Mijn god, dat ziet er toch maar spottelijk uit, of niet dan? Ach, 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 ach. Eigenlijk vind ik het wel mooi dat hij er zo uitziet. Want als Vicky mij dan straks komt halen, dan ziet hij natuurlijk gelijk het verschil tussen zijn figuur en zo'n jong, goed uitziende vrouw als ik. Ik ga er even naast zitten. Hey, hallo. Ik weet niet wat de bedoeling is, mevrouw, maar deze plek is bezet, hoor, voor mijn verloofde. U verloofde? Ja, mijn verloofde, ja. Ja, ik snap heus wel dat er vrouwen zijn die niet bevoegd zijn om een man te veroveren, maar dat heb ik dus wel. Nou, laat ik u even vertellen, hè, dat ik aan elke vinger wel een knappe kerel kan krijgen. Ah, houd toch op. Maar ik, hè, ik heb mijn oog laten vallen op een woest aantrekkelijke kerel. Hmm. En hij komt mij hier straks vandaan halen. Ja, de slechte ogen zeker. Nou zeg. Hé, hey, kijk eens wat daar komt aan. Nou, nog zo'n figuur. Zo, nou zou mijn boemeltje ondertussen wel aanboemeld wezen. Nou moet je zijn wat doorzien. Twee van die oude vrijsters zitten natuurlijk weer op de man te loeren. En we zijn die ordinaire blam. Nou, schoen maar eens een beetje op, Wichter. Nou zeg, hallo, dat gaat maar zo niet. Zeg, hebben jullie ook knappe jonge man zijn? Nou, ik let niet zo op, man. Dit vindt mijn verloofde ook niet goed. En mijn verloofde ook niet. Wat gek is dat eigenlijk, hè? Dat al die knappe kerels altijd zo strontjaloers zijn. Is jouw verloofde zo'n knappe kerel dan? Nou ja, vind ik wel. Nou, ja. Mijn hondje mag er eens ook wel weten. Wat mag er wezen? Ja, mijn hondje. Ja, hond? Ja. Hondje? Kijk, zo noem ik hem, hè? Kijk, mijn verloofde, die heet Vicky. En dat vind ik net een hondennom. Hoe kom je daar nou bij? Vicky, dat is echt een naam voor een stoere kerel. Zo'n klerenkast. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat mijn verloofde heet ook Vicky. Ja, Vicky Boemel. Vicky Boemel? Ja, dat is mijn verloofde. Mens, laat je Noki. Vicky Boemel is mijn verloofde. Hoe kom je erbij? Laat jij je maar Noki. Hij is mijn verloofde. Wacht. Ik zal je het wel even laten zien. Nou, wacht jij maar eens in. Ik zal je het lezen. Ja, nou, ik kan je het. Ik zou ook even. Hier. Lieve dame, naar aanleiding van uw lieve brief. Op mijn huwelijksadvertentie verzoek ik u vriendelijk zaterdagavond te komen naar de Cupidolaan, Hoek Vrije Straat.
Wij kunnen dan plannen maken voor ons verdere leven. Je zware liefde, Vicky Boemel. Boemel. Die olle tap teamfles. Die vieze vrouwen verslikt. Nou, en er mag nog een. Hij kan niet wel in de zon zitten te lang. Het is toch niet meer te veel. Die mispunt. En hij zei witte blauw moeten we metnemen. Nou, alsjeblieft. Die oplichter, die boemeloor. Ik blijf hier geen moment langer. Ik ook niet. Nee. Nee, maar Danny ook niet. Nee, we gaan weg. Hol ook weg. Weet je, als jullie toch achter mij aanlopen, kunnen jullie bij mij nog een kopje koffie krijgen? Koffie? Ja. Ja, graag. En dan drinken wij zomaar. Oké. Okay. En dan drinken wij niet zomaar. Dan drinken wij op de ondergang. Ondergang van... De man! Ja. En niet zomaar verkering. Nee. Echte verkering. Van je hopsalderie. En dat heeft allemaal te maken met mijn brommer. Heng, 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 heng. En dan zou je wel denken, hè? Wat heeft die brommer er nou met zijn man? Nou, die heeft er alles met zijn man. Ja, mooi ding, hè? Zo'n maand geleden reed ik met deze brommer op een weggetje. En ik reed door. Nou, ik ga weet je wel zo'n 120 kilometer. En ik kwam door in de bocht. En ik neem hem. Ja, verkeerd. Oh, en ik klap door zo. Boom op, kerel. Ja. En die 10 minuten daarna weet ik niks meer van. Helemaal niks meer. Maar daarna, hè. Daarna, zalig! Ik deed eerst mijn ene oog open en toen mijn andere oog. Ja, ik lag door in de arms van een mooie kerel. Nou, ik heb alles eruit wat erin zat. Ik heb er één van noem, zeg maar. Ik ben mooi link blijven. En ik dacht, ik keek en ik zag door zo'n mooi zwart snorretje, hè? Tenminste, dat dacht ik. Maar bleek zijn wenkbrauw te ween. Ja, die van afzak dus een schrik. Maar ik ben mooi link bleef. En zodat hij mij begon te onderzoeken of ik woon dan ook eventueel wil broodmaat. Nou, toen vond ik wel tijd om bij te komen. Want ja, als meisje zijn, dan moet je natuurlijk ook maat weten houden, hè? Dus, ik ben wakker. Zo. Nou, en nou zijn we verloofd. Ja. Ja, we zijn nou verloofd. Nou, eerst had het er niet zo mee. Hij zei, nou, dat kan nog wel in mag. Maar ik zei, nee. Ik zei, we gaan trouwen. En mijn vriendin, hè, die zing ook. Met die jongen is wat mee. Hij kon wel niet helemaal goed weten. Nou, ik zei, dat is allemaal kif natuurlijk. Ik zeg, van, wat er niet... Hè, dat kun je ook niet beschadigen. Ja. En ik ben ook een beetje een oldersbest. Ja. En zijn moeder, hè? Zijn moeder is echt hartelijk. Ze zei tegen mij, dus jij bent dat wegje die overrol naar die, aan die motorbrommerongeluk? Ik zei, ja. Ik zei, maar beter dat dan een schedelbreuk. Ja, is niet. Dus,
minuutset bezig. Ik heb al sola bestek. En ik heb een beetje tupperware. Peper- en zoutstelletje. En ik had ook wat bij Easy Toys besteld. Maar dat was, was nou te groot of te klein. In ieder geval, ik heb teruggestuurd. Want ik dacht, nee. En luie Mans, ja, daar wil ik ook wel eerst mee beginnen. Maar ik denk, ja, je moet man ook niet op je ding brengen. Nee. Dus, maar goed, hij is steenrijk. Dus dat zit wel snor natuurlijk. Hij is echt heel steenrijk. Ja, hij is echt rijk. Maar ja, hij heeft mijn kassabonnetjes nog niet zien van het set. Maar ja, ik zal zeggen, kom allemaal op mijn bruiloft. Ja, maar hij is toch tenslotte steenrijk. Dus dat trakteert hij wel. En ik zal zeggen, hè? Kom allemaal op in bruiloft, hij is steenrijk. En dat zit wel snor. Welkom op in bruiloft. Hey, ding, 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 ding! Gezellig, hè, Sandra? Ja, gezellig, Harry. Weet jij al wat je gaat nemen? Ik wist vorige week al wat ik ging nemen, Harry. Hey, ik wist vorige week ook al wat ik ging nemen. Ik wil eerst een cola. Dan een pizza margarita. Dan nog een cola. En een kindersurprise. Ik niet. Ik wil eerst een 7-up. Dan neem ik een lasagne. Dan neem ik nog een 7-up. En dan neem ik ook een kindersurprise, Harry. Oké. Goedenavond. Mag ik uw bestelling? Goedenavond. Ik wil eerst een cola. Dan een pizza margarita. Dan weer een cola. En dan een kindersurprise, alstublieft. Komt goed. En u? Goedenavond. Ik niet. Ik wil graag eerst een 7-up. Dan een lasagne. Dan nog een 7-up. En dan een kindersurprise, alstublieft. Komt voor elkaar. Gezellig, hè, Harry?
Ja, ik vind het ook heel gezellig hoor, avondje uit met jou, Sandra. Ik vind het ook heel gezellig met jou een avondje uit, Harry. Mijn eten kost samen €10,95. Die van mij niet. Die van mij kost €14,44, Harry. Oké. Wil je wel verkeren met mij, Harry? Dat vind ik wel leuk. Ik vind het ook leuk om verkering met jou te hebben, Harry. Jur en Fanny hebben ook verkering. Ja. Sandra, mag ik jou aanraken? Als goed.
Joh, kom in maar, hè? Zeg, wij dan. Goed, jongen. Hey, ik vraag je. Hebben jullie ook brood in Drenthe? Of wij brood hebben in Drenthe? Ja, tuurlijk hebben wij brood in Drenthe. Roggebrood, witbrood, suikerbrood. Ja, zo kan ik nog wel even deur gaan. Hoe dat zo? Ja. Ja. Wij in Amsterdam hebben ook brood, hè? Maar, nou weet je, dat mooiste brood, hè, dat houden we voor ons eigen. En dat oude brood, hè, dat doen wij dan in een container, in zo'n grote zeecontainer. En dan doen we dan water bij. En dan schudden we dat zo, doen we geen zo. En dan verkopen we dat in Drenthe als brood. Nee. Ja. Nee, dat meen je niet. Ja. Nou, dat heb ik nog nooit weer. We hebben al die afgekeurd brood in Amsterdam. Ja. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja. Ja. Goedje. Maar Boentje, nog even wat anders. Yeah. Ja. Hebben jullie ook Jim in Drenthe? Jim? Ja, Jim. Ja, hij bedoelt Jam. Jam voor op de boterham. Ja, zeker hebben wij dat ook. Ik ben er gek op. Aardbeien Jam, dat is mijn favoriet, hè. Ja. Alle dagen zo'n laag smeer ik op brood. Ja, dat is mooi. Maar weet je, wij in Amsterdam hebben ook jam. Maar kijk, die mooie stukken fruit die halen wij er dan uit. En die stukken met die rotte plekken eraan, dat doen we dan ook weer in zo'n grote zeecontainer. Ja, er komt ook weer water bij, zeker? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Maar dan schudden we het ook niet door mijn rij, dan. Ja. En dan? En dan? Dan verkopen we dat voor Jim in Drenthe. Ah, gaat verdarren. Nou, dan doe ik nooit geen jam weer op brood. Zo wordt mens nog eens wat gewaar. Ja. Ja, dan krijg je als je weer in het noorden woont, hè. Nou. Ja. Maar, Wat zeg je, hoor? Seks! Hebben jullie ook wel seks in Drenthe? Ja, jawel, maar daar praat mij niet zo aan over. Nee. En als wie dat doet, dan doen wij dat alleen maar veilig, hè? Met een condoom, zo gezegd. Oh ja? Ja. Nou, wij niet. Nee, maar als je ermee klaar bent, kijk, die condooms, die zamelt weer in, hè? Ja. En die gooit weer in de grote container. Oh, dan? Dan schudden we dat zo dubbel, hè? En dan verkopen we dat in Amsterdam. Nou. Als kauwgom. Welkom bij de auditie van K2 zo K3. Zo'n auditie aan het doen, maar waar is die derde kandidaat dan? Ik heb geen idee. Ik vraag Gert wel even. Gert, waar blijft de volgende kandidaat? Die heeft wat vertraging, maar die komt eraan. Oké.
auditie? Jazeker! Oh, nou, doe ons maar gewoon na, dan zien we wel. Oh, oké. Okay. De span is echt een top, je bent al je boeken lekker op. En iedereen wacht op het signaal dat de vakantie kan beginnen. En dan gaat de bel en dan klopt de gewoon snel. Je rent op de gangen en buiten je begint spontaan te zingen. Thank you.
van de Nina Nieuwe is echt ouder. Dat kan ik ook bij u lijst hebben verlopen. Als die 112 van mij. Dus ik weet niet wat er is met die doeken van jou. Gewoon die eerste stad bekijken, die komt nou weer om. Ja, nou misschien was ze gewoon in de weg kwijt. Ja, maar... Daarom in mijn gauw weer. Ja, dumb maar in het hok. Maar dit wordt niks. Dit hoef je ook niet meer insturen. Nee. Maar zo ben je geen prijs bij onze club. Ja, wij zijn lid van de doevenvereniging. Ja, maar... Er kan wel wat bij, want wij zijn met z'n twee. Dus de vereniging is niet zo groot. Maar wel heel gezond, want wij hebben en een voorzitter, en penningmeester, en secretaris. Nou, wat ben je dan meer nodig? Ja, doen, maar die hebben we wel. Maar nou dacht ik, als wij er wel wat leden bij brengen kunnen, ja. Ja? Ik zat te denken aan Henk. Henk? Ja, Henk. Ja. Welke Henk? Ja, die Henk van hierachter. Oh, die toch niet, man. Ja, die was hier guster. Ach. En die vond mijn doem zo mooi. Ja. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon koppelie met. Oh, Piet, dat is toch niet dom? Ja, dan geef ik hem een koppelie met. Nou, dan gaan we er een beetje mee omvrijden. En dan vinden we dat zo mooi. Dan willen we lid worden van onze club. Oh, man, hij is niet een andere kiezen, kut. Die Henk, die is je lang niet, die is je helemaal niet haalt, man. Dat zal er wel een beetje mee vallen. Ah, dan kun je hier de zool wel een pakken en geef door twee doeken, man. Dat is hetzelfde idee. Ja, die doek die vlijkt zelf, hè, dat wij niet kunnen. Ja, nou, ik vind dat we... Dat wordt niks. Ik ga even naar achter douwen, want we zitten aan die deur dan, rammel. Ja, kom maar verder, die deur die klemt een beetje. Ah, oh, dan moet je dat maken. Ja. Je bent niet de lieve geest. Goeiedag. Kijk eens wel waar hij komt, Kees. Nou, hij tovert de duvel in. Nou, precies. Hé, die Kees. Hallo Henk, hoe is het? Goud. En jou dan? Ja, ook wel goed. Zeg, wat heb ik nou net gehoord? Je hebt een paar doeken gekregen van Piet? Ja, twee hele mooie beestjes. Beesties? Beesties noem je dat? Kijk, doen, ja, dat ben edele vogels, hè? Geen beesties. Ja, door het Piet punt. Doen, nou, dat ben de mooiste dieren die er is. Nou, dat weet ik niet hoor. Kijk, ik heb geen tamme kraai gehad. Maar ik schooi ook met je tamme kraai. Ja, nee, dat vind ik bang vergelijking. Ja, neem nou alleen de intelligentie van de doef. Wat? De intelligentie. Waar zit dat? Ja, hé, hey, dat zit hier, wat bij jou niet zit. Wat gek. Ja, wat is nou weer gek? Dat de intelligentie van duif in jouw hoofd zit. Ach man, jij snapt er ook niks van. Kijk, let op. Als ik een doof van mij in Parijs loslaat, dan vleugen rechtstreeks hier weer naar Roestal. Goh, dan heb je wel net de duif. Maar als jij in Parijs zit, dan duurt een week voordat jij weer naar huis komt, hoor. Hij snapt er ook niks van, hè. Hij snapt er helemaal niks van. Wij laten ze vliegen, hè. Nou, dan moeten jullie mee. Ik heb er niet zomaar gewoontes. Dan loop ik altijd even de kamer uit. We hebben het over doen, hè. En die doen, die laat mij dus vliegen.
en dan komt ze weer naar huis door haar instinct. Oh, laat me er ook nog even een vies praatje van maken. Laat mij het maar uitleggen, want hij snapt er helemaal, echt helemaal niks van. Kijk, ik heb een duif. Ja, ik zie niks. Bij wijze van spreken toch? Ja. Oh, bij wijze van spreken. Ja, ik heb ze thuis. En je zegt net voor mij dat je hier een duif hebt. Ach man, je snapt er ook niks van. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar het gaat om het verhaal. En dat is dus dat wij die duif, die brengen wij naar Parijs. Ja? Ja. Dan laten ze in Parijs, laten ze los. Ja. Nou opletten hoor. Want, en dan komen ze rechtstreeks weer terug naar huis. Rechtstreeks? Ja. Jongen, die van mij wel, maar nou ja, daar laten we niet over. Soms houden ze er wat langer over, maar ze komen wel weer. Ja. Oh. Maar, wat tippel dan? Wat zullen we een beetje dan een eeuw onder hun voeten krijgen? Zie, vlijm! Laat maar, hij begrijpt er toch niks van. Het is niet te geloven. Ik begrijp het best. Oh ja? Ja. Ze vliegen, ze volgen hun instinct en ze komen naar huis. Nou. Nou, zoiets ja. We zijn nog halverwege. Zoiets. Nou ja, dan ben ze hier dus weer. Ja. Ja. Dan begonnen ze zo, boomdok, begonnen ze zo rond te cirkelen, hè? Ja. Zo in de Ronnie. Ja. 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 Nou, en dan begon dus te fluiten, hè? Ja. Oeh, nee! Ja, wat? Nee, wel hoor. Nee. Wel? Ja, nou. Dat kan ik helemaal niet. Kijk toen ik die tanden kraai had. Al op met die kraai. Ja. Kun je niet fluiten of zo? Nee. Als je niet fluiten kunt, dan roep je. En wat roep ik dan? Suffert! Suffert. Oké, ik roep Suffert. En dan? Nou, dan klok je ze. Ja, dan klok je ze. Oh. Ja, wat? Oh. Nou, oh. Oh. Die doof, die heeft een ring. Dat wij wel toch? Ga. Dan is hij gauw in Parijs heen getrouwd, zeker. Ah, jonge, jonge. Jij lelijke uilskuik. Die ring had hij toch al om. Toen die duiven naar Parijs zijn gebracht, toen zat er al een ring om. Ja. Nou, en dan komen die duiven terug. Ja, en dan pak je die ring af. En die doe je in een soort klok. En dan klok je ze. God, wat minder streek van jou. Wat is dat? Die duist zo'n ring afpakken. Als ik jou nou je bril eens afpak. Jonge, jonge, jij snapt er ook helemaal niks van. Dat hoort bij de sport. Oh. Henk. En dan kun je ook een prijs winnen. Als je geluk hebt tenminste. Hè. Maar dat ligt eraan hoe snel je doet natuurlijk weer terug bent. Ja. Maar wil je niet lid worden, Henk van de club? Maar we kunnen er eigenlijk wel een lid bij brengen. Ja, hij is niet zo groot, zeker, die club. Nou ja, kijk, ik ben de voorzitter van de club natuurlijk. En dat is de penningmeester. En de secretaris staat door. Kijk, en jij kunt dus ook lid worden, hè? Ja. Ja, dan weet ik nu al wat. Nou, kijk, dat... Klaar dan! Heust dat even! Kijk, het mooiste, je brengt die druim, die ben je naar Parijs. Ja? Ja. Dan laat je ze flink. Dan roep je voor mij... Suffert, dan klok je, dan pak je zijn trouwring af en je wint ook nog een prijs. Nou, dat lijkt me niet gek. Nou, zoiets, ja. Ja, ik ga er, ik steek er niet meer energie in. Ja, een beetje duur, dus je wordt dus lid. Ja, dat is goed. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou. Dat kost ook maar 15 euro in de maand, dus dat is hartstikke goedkoop. Net zo low, voor zo'n vereniging. Oh, net zo veel loodjes van jou. Ah. Ja. Nou, zondag, dan brengen we ze dus naar Brussel. Ja. Hey. Maar dan heb ik nog iets.
Waar haal ik dan vandaan? Oh, heb je dit nou ooit? Krijg je dit nou mee? Ben je nou zo onneuzel of doe je dit er nou om? Je hebt toch duim van Piet? Je kunt met die duim van Piet kun je eerst beginnen. En dan kun je later altijd zeggen, nou, ik koop een setje bij. Of, en soms heb je geluk dat ze ook nog eitjes leggen en dan komen de jonkies uit. En oh, dit duurt allemaal weer veel te lang. Nou, die eigen geluk hebben. Maar je kunt dan met die duim van Piet eerst beginnen. Dat is toch logisch, Henk? Nee, dat kan niet. Hoe, ja, dat kan niet? Waarom kan dat niet dan? Dat was hartstikke een mooie duim. Ja, maar ze waren ook lekker, want ik heb ze opgegeten. Nou. Heb ik dat? Goedenavond. Wij komen voor jullie even spelen. Dit is mijn broer Koen. En ik ben Piet. Dit is mijn broer Piet. Ik ben Koen. Had jij niet gedacht, hè? Wat had ik niet gedacht? Zoveel volk, ja, op een klassiek pianoconcert. Ja, dat valt mij ook heel erg mee, ja. Wil jij begonnen of... Nou, laat ik maar beginnen. Ik ben tenminste ook de oudste. Zo. Nou. Ben je er klaar voor? Ik? Ja, tuurlijk. Nou, laat maar eens even zijn dan, maestro. Ja. Ja, ik zal wel eens even. Nou, dan komt hoor, de jas maar erop, jongens. Nou, ben je zover? Ja, ik ben zover. Oké, nou, maestro, laat hem maar eens even wat zien dan. Oh, nou.
Het is hier ook zo warm. Heb jij dat ook, Koen? Ja, dat ligt niet aan jou. Oh, nou. Weet je, we doen samen met mijn stukje, niet, Koen? Duetje? Ja, dat doen we met één hand. Met één hand? Ja. Ja, val je handen mee in toetsenbord te worden. Ja, daar is de piano te klein voor. Dus we doen gewoon zo. Zo of zo? Ja. Wat? Ja, zo. Ja, zo. Lijkt me beter. Ik ben rechts, ja. Jij links. Ja, doorom. Dat is niet bang. Ja, dat bedoel ik. Ja, maestro. Loop ja, even rust. Ja, ben je zo ver? Thank you.
wel vermoeiend, hè? Ja. Nou.
Thank you.
de baas in die haar, in de hoofd die baar. Waar zijn uw handen? Ik weet nu dat de regen op de waarde bestaat. Ik kan daar niet zien, als de zacht is tegen je baar. Ik hoor je ook, dat ze een onderwaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens onderwerp. Ik wil je weten, dat ik niet thuis. Je zit in je verte, je kan van je huis. Je voelt je slaap, van bij je handen. Ik wil je waarde, die bijna door. Dat de leeg op de waarde bestaat. Je kunt haar niet zien, als je zachtjes tegen je praat. Je weet niet ook, dat ze leeg op de waarde op je leeg. Je kan niet weten, ik ben zelf eens doorgewerkt. Everything. Have your own door. Hey, back, baby.